We zijn hier vandaag bij Derks, de inspiratiebedrijf van Coachen, om bij elkaar te komen met onze coachentelers, om de uitdagingen in de teelt te bespreken en vooral kennis te delen, te inspireren. En niet wij alleen als coachen onze telers, maar ook de telers elkaar. We bespreken onderwerpen hier zoals uitdagingen in de teelt. Dan hebben we het over onkruidbeheersing. Dat laten we hier aan de hand van verschillende mechanische onkruidbeheersingsmethoden zien. We hebben het over het areaal. We willen graag uitbreiden binnen Sensus met het areaal, omdat we geloof hebben in de teelt. Daarnaast hebben we het ook een stukje over gezondheidsvoordelen, zowel voor de grond als voor mens en dier. Ja, we hebben een project gedaan samen met Boerenverstand, een agrarisch adviesbureau. En dat is een resultaat is het boerenposter, dus die hangt hier ook achter mij in de schuur. Op het moment is er een terugkoppeling waarbij de telers die mee hebben gedaan aan het project hun poster onderhandig krijgen en dat ze ook iets kunnen vertellen over wat doen zij qua duurzaamheidsmaatregelen op hun bedrijf en waar staan zij op dit moment op het gebied van duurzaamheid. Ik ga nog relatief graag naar deze dagen toe, ook op Koolheidsblad of noem maar op. Er wordt wel hard aan gewerkt door een hoop mensen om toch een verandering tot stand te brengen met mechanische onkruidbestrijding, carbon footprint en minder stikstof. Voor volgend evenement zou ik graag willen zien dat er dieper ingegaan wordt op de nieuwe rassen en bestaande rassen natuurlijk. Wat daar de mogelijkheden of de niet-mogelijkheden zijn. Het is belangrijk om inspiratiedagen als deze te organiseren. Voor zowel onze telers, gewoon om te kunnen netwerken. Om met elkaar in gesprek te blijven over de uitdagingen die we hebben in de teelt. En dat willen we dan ook blijven doen. Op verschillende locaties en ook met verschillende onderwerpen.